Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel altijd een beetje van had gedroomd. Ik vond de Nike commercials altijd zo gaaf. Vooral die van Michael Jordan over failure. Dat is eentje die ik stiekem zelf heel vaak heb gekeken. Dus nee, ik heb het nooit echt durven dromen, maar ik vind het wel echt ontzettend cool. Het is een droom die uitkomt voor Marlou van Rijn. De Paralympisch kampioen op de 200 meter is het nieuwe gezicht van Nike. Voor de opnames ging Van Rijn naar het atletiekstadion in Barcelona. Nou, het is onwijs cool. Het was in Barcelona, het stadion waar Ellen van Lange de goud had gewonnen. Dus dat had voor mij echt wel een bijzondere betekenis. Ik weet ook dat ik het stadion inliep en dat ik echt een beetje het Olympische gevoel kreeg, zoals het toen was in Londen. Dus dat was heel erg bijzonder. En ja, weet je, het wordt onwijs gaaf. Het wordt met lichten en snelheid. En het wordt echt heel erg cool. Ja.